Een juwelenontwerper uit Thailand heeft voor zijn hondje een tiara ontworpen die ruim 3 miljoen euro waard is. Op de tiara zitten 250 diamanten en smaragden. De ontwerper is alweer met zijn volgende project bezig. Dat wordt een haarklip. De ontwerper is niet van plan de tiara te verkopen. De edelstenen waren namelijk van zijn moeder. De 15-jarige hond mocht het juweel tijdens een hondenmodeshow presenteren. Op de show waren meer dan 10 hondenrassen te zien in de meest wonderbaarlijke creaties.